u allen van harte welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst. Deze groep is lekker divers en al onze activiteiten die wij opgezet hebben, lopen nog steeds. En voor die activiteiten, die komen natuurlijk niet uit de lucht vallen. En wij zijn ook achter de schermen daar heel hard voor bezig. Oké, nu 2017. Zou je daar wat over kunnen vertellen? Nou, wij vinden het belangrijk om een nieuwjaarsreceptie te houden, omdat wij kunnen vertellen aan de bewoners wat we in het afgelopen jaar 2016 hebben gedaan, maar ook wat de nieuwe ideeën zijn voor 2017. We hebben heel veel activiteiten waar we graag de bewoners bij willen betrekken. Onder andere uit eten, samen met elkaar, derde maandag van de maand. We hebben een dansgroep, we hebben een koempoelan, we hebben een schilderclub. We zijn een koffieuurtje begonnen waar mensen met elkaar kunnen praten, maar ook een spelletje kunnen doen. En we doen een nieuwe collage voor de fotografiecursus. Ik ben hier gekomen door de kennissen van mij, van oké. Ja. Ik werd uitgenodigd door deze dame. Deze zijn onze groep allemaal. Dus jouw groep? Ja, onze groep. Ja. Ik vind het wel leuk. Ja, ik lach aan. Ja, en Diana is jarig. We hebben cake gekregen van Diana op haar verjaardag. Oh, wat is het mooi. Iedereen mooi gekleed, zingen, van alles. We hebben een hele tafel vol met eten en drinken. Het was heel gezellig. U bent accordeonist van Oké Nu. Hoe bent u accordeonist geworden? Nou, vroeger 10 jaar accordeonles gehad in een accordeonvereniging. Dat heette toen Con Amore. En ja, zo ben je erin gerold. En nou, in een bandje gespeeld. Weet je, dat vloeide eruit voort. En toen werd ik vrachtwagenchauffeur. En toen heeft het 32 jaar stilgestaan. Ja, en ja, toen kom je ineens thuis te lopen. Faillissement. En zitten we bij de buren, zaten we filmpjes te kijken. En dan speel je accordeon. We zoeken iemand in een bejaardenhuis. En ja, zo is het aan het rollen gegaan. En ja, nu is het een uit de hand gelopen hobby. En dat is ook vrijwillig? Ja, de meeste keren vrijwillig. Je krijgt wel eens wat voor de moeite, een cadeaubon, weet je wel, en dat. Maar ja, en soms een keer naar de Night of the Proms van Max. Kreeg vrij kaartjes. Ja, voor wat hoort wat. Het is gewoon leuk. Dus volgende keer bent u er weer bij? Zeker weten. Als ze me vragen, dan kom ik. Gloria. Oh.